Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 10 december, als ik het goed heb. Ja, het is 11 december zelfs. Sorry. Jeetje, wat gaat het hard. Ik heb hier een kat in een doos. Hi, muis. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb mijn nieuwe kastje binnen van T-Mobile. Dat is nu deze. Ik heb nu dus een hele grote. Dus dat ga ik straks gelijk ook even netjes maken. Ik ben klaargemaakt. Ik heb de boodschappen al gedaan. Dus die zal ik zo even laten zien. Vandaag is de woonkamer aan de beurt. Die ga ik soms dan even lekker doen. En daarna ga ik editen. Dus dat wordt mijn middagje verder niet heel bijzonder. Hi Mickey. Ja, was weer fout gegaan met PostNL. Want het pakketje stond al op mij te wachten. Dan vind ik dat op zich niet heel erg. Omdat ik dus vanochtend even weg was. Maar goed. Het is niet te weg. Want er was weer een handtekening vereist. En die heeft PostNL dus weer zelf gezet. Dus ik ga weer even contact opnemen met Twitter. Want dit is gewoon niet helemaal hoe het hoort. Ik zal even het statief pakken. Dan kan ik even de boodschappen laten zien. Dan ga ik daarna mijn dingetjes doen. Gisteravond heb ik gekeken naar Paleis voor een Prik. In de naadje nog boven 5 Days Inside. En dat vond ik best wel heftig. Of 5 Days Inside. Ja, 5 Days Inside. Ik draai ondertussen even dit dingetje er weer op. En dit was seizoen 1. Seizoen 2 heb ik toevallig wel gezien. Seizoen 1 heb ik eigenlijk nooit gevolgd. En hij ging dus bij een hospice. Ging die langs. En daar liggen dus mensen die eigenlijk zitten te wachten om hun laatste tijd door te brengen. Dat vond ik best wel heftig. Inmiddels waren al die mensen ook overleden. Nou, dit was opgenomen in 2018. Dus de meeste van die mensen zijn misschien ook inmiddels al wel een jaar of langer zelfs al overleden. Maar ik vond het best wel heftig. Ik vond het toch wel, ik had wel zoiets van jeetje, dit is toch wel een dingetje. Maar ja, ik had het nog nooit gezien. En Bo had het er zelf ook heel zwaar mee toen hij wegging. Ik ga echt niet al die kamers langs om afscheid te nemen. Hij vond het zo verschrikkelijk. Kan ik me voorstellen, het was ook echt wel heel zwaar. Dus ja, dat en ik heb Glee en Rex gekeken. Ik moet ook zeggen, Bo gaat het niet meer doen. 5 Days Inside, dat wordt nu overgenomen door 3 andere presentatoren. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet niet of dat net zo aangrijpend wordt. Want Bo heeft wel echt hart voor dit soort dingen. Hij kan dit gewoon. Ik weet niet of ik het dan net zo mooi vind als hoe mooi ik dit nu vond. Maar goed, ik zal even de boodschappentas pakken. Ik had ook een broodje van de Lidl, maar die heb ik al op. Maar toen ik thuis was, heb ik eventjes de doos opengemaakt van T-Mobile. En even mijn dingetjes gedaan. Maar goed, ik kan nu opnemen. Alleen nog niet alle zenders laden door. Zo moet ik zo nog even naar kijken. Maar eerst zometeen maar even aan de schoonmaak en mijn kast terugschuiven. Maar ik zal even de boodschappen halen. Dat is trouwens heel schattig. Ik had namelijk een jurkje gekocht bij Trekpleister. Die had ik in de folder gezien en die vond ik heel erg leuk. Ik dacht van kerstavond. Dat is deze. Hier zie je dat deze dame hem aan heeft. Je had hem in zwart en in blauw. Ik ben voor zwart gegaan. Ik ben voor maat M gegaan. Ik vond het namelijk heel erg lastig. Want ik dacht S zijn er bouwen. Misschien wat korter. Ik weet niet. Ik vond het lastig. Maar die heb ik dus gekocht. En toen was er dus een mevrouw voor mij. Die kocht een actieartikel. Daar kreeg ze deze mok bij. En toen vroeg ze aan mij, goh, wil jij hem soms hebben? Want ik heb thuis al zoveel mokken. Dus toen kreeg ik van die mevrouw deze mok met, ja, wat zijn dit ook alweer voor beestjes? Die roze beestjes. Flamingo's. Dus die kreeg ik van die mevrouw, omdat zij niet goed was. Zo'n wat oudere mevrouw, dus dat was wel heel schattig. Ik heb spinazie. Die was in de aanbieding. Spekjes. Gelukkig hadden ze weer de spekjes die ik altijd koop bij Lidl. Dus het was niet overdreven veel, maar ze hadden het wel. Ik heb deze hele toffe broek met glitters. Ik weet niet of het voor jullie heel goed overkomt, maar ik vond deze zo tof. Dus die heb ik gekocht. Dat hadden ze bij de Lidl. Ik moet even wat afpakken, want ze hebben hier een draadje. Geef dat maar aan mij. Maar ze zat zo. En dat is natuurlijk allemaal weer leuk speelgoed. Dan hadden ze Arizona
green tea. En ik heb een keer van Nathalie een slokje genomen. En die vond ik eigenlijk wel lekker. Bij Lidl was die maar 79 cent. Dus daar heb ik 2 flesjes van meegenomen. Ik zei, ja, ik vind het eigenlijk wel lekker. Ik had het nog nooit gedronken. Dus de tweede zelfde gewoon. Ze hadden ze vorige week ook al, maar er stonden er geen prijzen bij. Dat vond ik een beetje gek. Zal ik verder nog? Oh ja, ik was even bij de Aldi. Daar heb ik even een schnitzel gehaald vanmorgen. En daar kwam ik ook nog make-upjes tegen. Ik heb dus een rouge gehaald. Dit is de kleur Persik. En een compact powder in zomerbrons. Dus ik ben wel benieuwd naar. Die ga ik wel weer testen. Aardappelschijfjes. Ik heb een shootje. Even 2 pakken chocomel, want ik moet nu tot volgende week donderdag. Dus ik weet niet of ik dat allemaal red. Dus die even. Ik heb bonen. En een zakje patat. En ik heb even kerstkaartjes gehaald. Want ik wil toch wat kerstkaarten sturen. Het was nu de tweede halve prijs. Volgens mij heb ik er zelfs 1 gratis. Want wat moest ik betalen? Ja, 3 euro. En deze doos die was 3 euro. Dus ik heb eigenlijk een pakje gratis. Maar ik vond deze wel heel erg leuk. Het zijn pop-up kerstkaartjes. En ik dacht, ja, die kunnen altijd. Die ga ik morgen even schrijven. En toen heb ik deze bijgekregen. Dit was met diertjes. Volgens mij zaten hier ook, ik zag hier iets met katjes. Ik dacht, nou, dat is wel leuk. Die had ik dus gratis. Dat waren de boodschappen. Ik ga het even opruimen. Dan ga ik een sopje maken. Dan ga ik hier even lekker aan de gang. En des te eerder ben ik ook weer klaar. Dan kan ik gaan editen. Dus dat is de planning. Zo, ik film even mijn telefoon. Mijn camerakaartje is weer vol. Het zat allemaal een beetje tegen met de televisie. Die daar kwamen er steeds los. Ik kreeg wel dingen nu niet voor. Dus ik moet nog maar even naar kijken. Maar ik was er nu klaar mee. Ik ga nu gauw de vlog editen. Je kan ook minder grondig schoonmaken, vind ik, als de kerstboom staat. Want alles staat gewoon vol. Dus dat is even iets minder goed gelukt. Maar dan moet ik maar eventjes genoegen meenemen. Dat moet ik maar even accepteren deze komende weken. Dat als de kerstboom staat, dat het gewoon allemaal even iets moeilijker gaat. Ik ga nu eventjes nog een half uurtje editen voordat de katten moeten eten. We maken het vanavond denk ik verder af, want ik ga het nu niet afkrijgen. Dus dat ga ik nu even doen. Dus, kaartje legen en dan aan de gang. Zo, ik heb de vlog nu klaar tot vrijdag, dus ik moet dan nog tot en met dinsdag. Maar dat komt op zich wel goed, dat is niet zo heel erg. Niet heel veel werk meer, daar ga ik vanavond mee verder. Straks even lekker douchen, eten. Vanavond kijk ik het perfecte plaatje. En je hebt volgens mij ook de 5e of de zoveel leukste momenten op SBS6. Dan ga ik ook wel even, aan. Ook wel leuk. En gewoon weer plek Rex en Glee. Ik wou plek zeggen, maar dat is niks. Dus dat wordt een beetje mijn avond. En ik moet nog een artikel schrijven. Die vlog die moet verder af. Dus ik ben nog wel even druk. Maar geef niet. De kat had een tak uit de boom getrokken. Dus die moest ik even terugzetten. Omdat je deze boom natuurlijk zelf moet optuigen. En alleen beelden van woensdag kwijt. Maar ook niet van een vlog. Die zag ik niet. Die moet ik nog even goed gaan opzoeken. Want ik kan me niet voorstellen dat ik die heb weggegooid. Maar goed. Dat was het dan ook wel weer een beetje. Ik ben wel weer een beetje moe. Dus ik ga even lekker chillen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want het wordt nu toch verder niks meer. Dan eventjes mijn dingen afmaken vanavond. Dus. Even relaxed, even chill. Vind ik ook wel even lekker. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 12 december. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net al een video voor jullie opgenomen, namelijk een kerstmake-up look. Maar als jullie deze video, deze vlog al lijken op, staat die video toch al online. Dus dat heb ik even gedaan. Ik ben wel heel benieuwd hoe het is geworden. Het is voor mij altijd wel een beetje lastig, omdat ik het zonder bril moet doen en ik het dan gewoon minder goed zie. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe het nu is geworden met mijn nieuwe camera. Ik heb hier de spullen nog staan.
camera staat hier. Ik heb hier wat make-up spullen liggen, want ik heb net even wat shots gemaakt. Dus dat ga ik zo even opruimen. Vandaag wil ik eigenlijk even mijn kerstkaartjes schrijven, zodat die... ik ben zaterdag ga ik weg, maar daar vertel ik morgen even wat meer over. Dan kan ik die waarschijnlijk hopelijk even op de post doen. Dat wil ik wel even doen. Ik ga zo even stofzuigen. Het is nu ook al 3 uur geweest, omdat die make-up look gewoon wat langer in beslag neemt. En ik denk even lekker bullet journalen, want ik heb verder eigenlijk toch niet echt een planning, dus dat is wel lekker. Gisteravond heb ik het perfecte plaatje gekeken. Ik heb daarna nog de 25 meest leuke fragmenten gekeken van 2019. Dat was op SBS 6, verder had je toch niet zo heel erg veel. Dus dat heb ik vooral gedaan. Klee, Rex. Het opnemen is ook echt ideaal, dat je gewoon weer programma's kan opnemen, want dat miste ik wel heel erg. Dat vind ik echt ideaal. Ik moet eigenlijk zo nog even een telefoontje plegen. Dat was ik al mee bezig. Maar de wachttijd was 15 minuten. En dan had ik weinig zin in. Dus dat moest ik meteen nog even een keer proberen. Maar ik ga zo eerst even de make-up en zo opruimen. En zorgen dat alles weer een beetje netjes is. Dus ik ga jullie er gewoon proberen bij te zetten vandaag. De vlog staat ook al online. Dus dat was mooi gelukt. Daar ben ik blij mee. En ja, ik ga nu gewoon even wat dingen doen. Waar ik jullie bij ga proberen te zetten. Verder eigenlijk ook niet heel veel te vertellen. Want er is niet heel veel meer gebeurd. Dus ja, ik was eigenlijk op zoek naar een tas voor mijn camera. Maar dat ben ik nog niet helemaal uit. Vind ik een beetje lastig. Ik had op internet gekeken, maar je weet niet goed hoe het er dan uitziet. Reviews zijn heel wisselend. Dus dat vind ik dan lastig. Dus daar moet ik nog even verder naar kijken. Ik ga nu in ieder geval even stofzuigen en proberen of het telefoontje kan plegen. En dan zet ik jullie er straks eventjes bij als ik mijn kerstkaart ga schrijven en mijn bullet journal ga verder doen. Zo, alles weer even netjes opgeruimd. Ik heb het telefoontje gepleegd inmiddels. Dat was ook wel fijn. Ik moest 15 minuten in de wacht. Toen dacht ik, nou weet je, nu ga ik het maar gewoon doen. Volgens mij was het ook een gratis nummer. Dus ja, ik heb gewoon gewacht. En ondertussen heb ik verder gebullet journaled. Ik heb niet heel veel kunnen doen. Maar ik heb wel al een aantal exemplaren kunnen maken voor de statistiekenpagina. Dus dat is ook wel belangrijk. Dan kan ik die ook gaan doen. Die moet alleen geverfd worden. Ik moet er nog een paar bij tekenen. Maar ik had dus niet genoeg papier bij me. Ik dacht dat ik meer had. Maar ja, zo'n stapeltje is zo op. Maar nu heb ik alles weer netjes opgeruimd. Ik moet mijn statief nog even, mijn nieuwe even netjes opruimen. Want dat merkte ik echt wel, dat die andere echt heel slap is. Dat deze echt weer 10 keer beter is. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Vanavond kijk ik De Handhavers en Meester Frank Visser. En natuurlijk Lee en Rex. En ik moet foto's bewerken. En misschien dat ik alvast een stukje met de video begin. Maar dan moet ik even kijken. Straks in ieder geval even lekker douchen. En daarna even eten. En dan lekker relax op de bank. Ik vind het heel goed. Ik vond het wel lekker even rustig dagje. Ik hoop dat mijn was morgen droog is. Want dan kan ik mijn bed lekker verschonen. En ja, dan ga ik jullie morgen gewoon weer zien. Want ik heb verder eigenlijk niet heel veel meer te melden. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 13 december.
Welkom in deze donkere wereld. Ja, het is echt heel donker. Ik kan de kerstboom wel even aan doen. Ik kan gewoon een lampje aan. Ik ben klaargemaakt. Ik hoor even wat licht in de brouwerij. Ik weet niet of het heel veel helpt, maar... ik ga zo lekker de slaapkamer doen, want die is echt toe aan een schoonmaakbeurtje. Lekker mijn bed verschonen, want ik heb gewoon echt een troep nu op de slaapkamer. Doosje van de camera staat er nog, mijn oude camera staat er ook nog. We moeten nog even wat foto's uit importeren vanavond. Maar we gaan gewoon even lekker opruimen, lekker schoonmaken. Zin, die is er niet echt, maar ik vind het wel weer heel erg lekker als het gedaan is. Had ik natuurlijk gisteren al een beetje verteld dat ik morgen niet thuis zou zijn. Ik ga morgen naar Scheveningen. Mijn vader heeft daar een loop en dat is om 16:30. En wij gaan dan in de middag naar Scheveningen toe. Gewoon eventjes daarheen. Ik ga mijn camera meenemen. Sowieso mijn vlogcamera en ook mijn spiegelreflex zodat ik wat foto's kan nemen. En ja, dat is wel leuk. Ik hoop dat het een beetje droog is. Het zou wel fijn zijn, aangezien ik waarschijnlijk wel de bril op moet. Omdat ik het toch niet de hele dag vol hou met de lenzen. Dus dat is morgen, maar dan neem ik morgen de camera gewoon mee. Gisteravond heb ik de handhavers gekeken. Was wel heel interessant. Meester Frank Visser. En daar moest ik toch ergens wel heel erg om lachen. Hoe die mensen alles zeiden. Dat was een broer en zus. Die woonden samen in één huis. En die hadden heel veel televisies in. Dus die keken de hele dag door televisie. En ze hielden ook van Bollywood films. Nou ja, vooral de zus. Broer had er niet zo heel veel mee. En ze hadden ook een accentje. En gewoon hoe ze dingen vertelden. Op een gegeven moment. Hun hadden last van bomen bij voor hun huis. En daardoor hadden ze dus een half jaar. Hadden ze wel televisie en ook een half jaar niet. Dus in feite betaalden ze een half jaar voor Piet Snot, want dan konden ze geen televisie kijken. Toen zei die man op een gegeven moment, ja, nu komt vanavond 50 Shades of the Grey op tv. En ja, dan kan ik dus niet kijken. Daar baal ik van. Gewoon, ik voel het hilarisch. Ik moest dan toch wel weer heel erg lachen. Dus meester Visser die ging omhoog in een soort hoogwerkertje. Kijken naar die schotels met een... professioneel, dat alles zat goed bevestigd. Ik heb alleen het advies van meneer Visser niet gezien, helaas. Want ik had de handhavers nog het begin gekeken. En bij T-Mobile kijk je dus niet door, dan stopt hij op een gegeven moment gewoon. Dat was een beetje jammer. Maar dat weet ik dus nu voor de volgende keer. Dus ik weet niet wat voor advies eruit was gekomen. Maar het was voor die mensen wel duidelijk. Als ze niet die bomen, als die bomen niet weg konden, gingen ze verhuizen. Nou, een duidelijke taal. Enkli en Rex en ja, dat was het ook eigenlijk wel. Ja, ik ga eerst even hier even stofzuigen, die bank er even insprayen, want de geur die komt me weer tegemoet. Gadverdamme. Ja, ik moet echt in 2020 op zoek naar een andere bank. Ik roep het al zo lang, maar het is gewoon best wel moeilijk. Helemaal als je bijvoorbeeld, ik vind een bank van Marktplaats vind ik prima, maar er moet net iets opstaan. Wat bij je past. En het moet natuurlijk ook niet al heel doorgezakt zijn. En het liefst wil ik een bank een beetje laag bij de grond. Zodat eigenlijk de katten er niet meer onder kunnen. Want ze hebben bij deze bank gewoon de hele onderkant gesloopt. Nou ja, het boeit me ook niet. Want het was ook geen nieuwe bank. Dat is ook gewoon een tweedehandsje. Maar ik heb er al wel heel veel plezier van gehad. Maar het haal je nu gewoon echt af. Maar goed, dat roep ik al een hele tijd. Maar dat is misschien een projectje voor 2020. Ik ga nu hier even stopzuigen. Dan ga ik nu zo meteen in de slaapkamer erbij zitten. Want des te eerder ben ik ook klaar. Thank you.
ben klaar, gelukkig. Ik heb niet heel veel filmminuten meer, maar het was best wel eventjes weer een hele klus. Ik moest ook even dat marmeren tafeltje lijmen, dat ging niet helemaal lekker. Dus ik heb nu dubbelzijdig tape, dus ik hoop dat dat houdt. Dan moet ik even kijken voor een andere oplossing. Alles is nu weer lekker schoon, mijn bed is verschoond. Dus nou, het is allemaal weer helemaal prima. Ik ga nu verder eigenlijk ook niet heel veel meer doen. Eventjes nog lekker relaxen. Straks ga ik even met eten. En dan ga ik even programma's terugkijken. Douchen. Vanavond kijk ik sowieso wat programma's terug. Ik ga Rex kijken. Ik ga Lee kijken. Ik moet de video nog in elkaar maken. Ik moet nog een artikel schrijven. En mijn spullen klaarmaken voor morgen. Zodat ik morgen ook gewoon gelijk weg kan. Dus ik zie jullie dan morgen weer. Ik ga de camera even opladen. Ik ga mijn kaartje legen. En dan vind ik het voor nu voldoende. Dus ik zou zeggen tot morgen. Een hele goede morgen op deze zaterdag. Het is 14 december. Ik ben me eigenlijk aan het klaarmaken. Ik heb even de slaapkamer erbij gezet. Omdat ik straks naar Scheveningen ga. Ik ben van alles aan het zoeken. Want ik heb natuurlijk alles is weer al weg. Mijn vader die belde net namelijk al dat hij wat eerder zou komen. Dus vandaar dat ik nu even de vlog open. Ik had eigenlijk, mijn vader zou om 12 uur komen, maar het wordt nu een half uurtje vroeger. Zodat we nog even rustig onze dingen, even rustig koffie kunnen drinken straks en zo. Dus vandaar dat ik nu eventjes zo de vlog open. Ik weet niet of jullie nu het fijnste licht hebben. Ik ben bang van niet, want jullie staan nu net naast het lamp, zeg maar. Maar ja, ik doe het gewoon even zo. Ik heb een nachtmerrie gehad. Nee, dat is echt niet te doen. Ik had een pistool tegen mijn hoofd. Daarna zou ik bijna levend verbranden. En toen werd ik gelukkig wakker. Dat was heel fijn. Want dat was echt verschrikkelijk, die nachtmerrie. Toen was het nog wel pas 8 uur, het is 8 uur 's ochtends. Ik ben even naar het toilet geweest en toen heb ik gewoon mijn slaap gelukkig weer op kunnen pakken. Maar ik durfde eigenlijk niet meer te slapen. Omdat ik gewoon als de dood was dat die nachtmerrie zou verder gaan. Dus dat heb ik wel eens vaker gehad. Gelukkig gebeurde dat niet. Gisteravond heb ik televisie gekeken. Ik heb dat is zo'n programma, dat is met Jamai. Dat is dan op op donderdagavond, dat had ik opgenomen. En dan gaan ze mensen pranken. Maar soms hebben ze ook bijvoorbeeld mensen die ze willen verrassen. Soms zitten er huwelijksaanzoeken bij. Ja. Soms willen ze iemand gewoon wat duidelijk maken. Ook met BN'ers deden ze dat. Dus dat was op zich wel, wel leuk. Was nu ook de laatste. En dat is ook prima. Weet je, dat is vaak zo, hè, met dat soort programma's. Als je de regels gezien hebt, heb je ze vaak allemaal wel gezien. En daarna had ik nog even een deel van de 25 meest grappigste tv-momenten gekeken alle tijden. Dat was woensdag op televisie en dat heb ik dus gisteren eventjes afgekeken. Want ik had woensdag alleen het laatste uur gekeken omdat ik eerst het perfecte plaatje had gezien. Dus dat. Wat heb ik daarna gedaan? Nou, daarna even het nieuws gekeken. Ik word helemaal gek. Is gewoon altijd een beetje bezig. Is nooit heel speciaal natuurlijk, maar gewoon toch wel even belangrijk om bij te houden, vind ik zelf altijd. Dus dat even gedaan. En daarna Glee en daarna Rex. Ik moet wel zeggen, ik moest even heel erg wennen aan die nieuwe mensen, maar ik begin er meer aan te wennen bij Rex. Ik vind ook wel dat er wel steeds meer spanning in komt. De afleveringen worden wel wat heftig. Weet je, eerder had ik zoiets. Oh, de afleveringen zouden voor kinderen ook wel kunnen. Op zich. Maar dat begin ik nu een beetje te twijfelen. Want ik heb nu zoiets van, nee, dat eigenlijk is dat niet meer. Dat zijn nu toch wat heftigere onderwerpen. Dat kun je natuurlijk ook wel zien. Omdat er best natuurlijk een groot jaarverschil in zit. Ik bedoel, ja, voorheen, het was allemaal nog van 1997, zoiets. Dus dat kun je wel merken, maar dat geeft niet. En ik vind Clean nog steeds leuk. Ondanks soms wat heftigere onderwerpen vind ik het nog steeds wel heel erg tof. Goed, ik ga nu mezelf even verder klaarmaken. Want dan ben ik klaar
als mijn vader komt. En dan neem ik jullie vandaag mee naar Scheveningen. Dus ik heb wel zin in. Dus... Ja. Even gaan mezelf verder klaarmaken. Zo, ik ben weer thuis. Ik heb net even lekker gedoucht, zoals je waarschijnlijk kunt zien vanwege een handdoek op mijn hoofd. Het was echt heel leuk, het was heel gezellig en het was super koud. Ik heb geprobeerd wel wat te vloggen. Ik weet niet of er heel veel beelden bij zitten. Ik ga het even bekijken. Ik heb in ieder geval ook wat foto's gemaakt, want de camera was mee. Dus ik denk dat ik nog even wat foto's, die hebben jullie dan nu al gezien als die erin zitten. En ik heb weer een puistje erbij, dus ik hoop dat die snel rijp is. Want ik heb al geprobeerd om uit te drukken en dat is niet gelukt. En hetgene waar ik gewoon van geniet als ik thuis kom, is gewoon lekker een warme douche. Zodat je gewoon lekker alle vuiligheid van je af. Ik kan niet mijn bed in zonder douche. Dus dat is allemaal goed. Katjes zijn ook weer blij dat ik er ben. Scheveningen is heel mooi. Maar Scheveningen is wel koud in deze tijd van het jaar. Dus ik kan niet zo gek met al die zee. Maar het was heel leuk in ieder geval. Ik heb ook nog even wat gekocht, maar dat zal ik morgen wel even laten zien. Ik ga nu nog even Hart van Nederland kijken en eventjes straks Klee en Rex. Nog even mijn dingetje een beetje doen. En dan zie ik jullie morgen gewoon weer. Soms even mijn haren een beetje netjes uitkammen. Want het zit nu wel een beetje in de klit. Want ik had zo'n half hoog staartje in. En ja, ik had beter gewoon een staart in kunnen doen. Maar mijn haar klit gewoon heel snel. Dus dat ga ik zo ook even goed doorkammen. En dan zie ik jullie morgen weer. Want ik ga nu lekker relaxen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 15 december. Ik zit lekker op de bank. Ik heb net even wat folders bekeken. Niet alle folders die deden het. Maar ik heb de folders hier ook al liggen. Ik heb even een vlogje gekeken. Lekker mijn dingetjes een beetje gedaan. En nu ga ik zo eerst hier even stofzuigen. Want het is echt een bende van ellende. Gisteravond heb ik Klee gekeken en Rex. Ik heb nog even Komt de Man bij de dokter teruggekeken. Vind ik altijd wel grappig.
helemaal nu die ene acteur is weer teruggekomen, Leo Alkema. Die heeft er ook een paar seizoenen niet in gezeten en nu is die weer helemaal terug. Dus die is ook wel heel grappig. Monice. Oh, ik kreeg gisteravond ook niet echt warm meer. Toen ik eenmaal in bed lag, ging het wel weer. Maar het waaide natuurlijk zo hard op Scheveningen. Ja, het waait hier al gewoon heel hard. Dus moet je nagaan hoe het op Scheveningen is. En omdat ik natuurlijk niet echt heel zwaar ben, bijna weg. Want op een gegeven moment de wind in de rug. Nou, ik waaide bijna gewoon vooruit. Op een gegeven moment maar even warm chocomel gaan drinken om een beetje warm te worden. En toen kwam er een puistje op zetten, maar ik heb er aangekrapt. Ja, niet slim. Ik heb nog geprobeerd om hem uit te duwen, maar dat ging nog niet. En nu heb ik er aangekrapt. Dus ik zal even kijken of de voetbalwedstrijd van PSV Feyenoord op tv is. Ajax moet vanmiddag pas om 16:45 tegen AZ. Belangrijke wedstrijd. Ajax op de laatste week niet zo heel erg lekker. We liggen uit de Champions League natuurlijk. Ja, was niet echt lekker. Vorige week vrijdag hebben we ook al verloren. Dus het wordt tijd dat ze weer even winnen. Maar dat is pas einde van de middag. Ik ga straks even mijn foto's maken. Mijn nagels moet ik even verwijderen, want die zitten nu nog op. Ik heb gisteravond mijn nagels niet meer gedaan natuurlijk, want het was al zo laat. Ik had er geen zin meer in. Ik denk, dat komt vanavond wel even Rex opnemen. Het is nu wel heel lekker dat ik gewoon kan opnemen. Dan kan ik vanavond ook nog even kijken. En Keizersvrouwen komt vanavond ook. Vind ik ook een hele spannende serie. Dus genoeg te kijken vanavond. Alberto Stegeman. Maar goed, ik heb wederom weer nachtmerries gehad. En als ik een wens zou mogen doen, zou ik gewoon een paar nachten heel graag nachtmerrieloos willen slapen. Zit er denk ik niet in voor mij, maar je wordt zo ontzettend moe wakker dan. Ik heb ook last van mijn buik. Maar het hoort er een beetje bij. Ik zit net te bedenken, ik heb nog vlees in de koelkast. Ik moet even in de vriezer, want het is, eigenlijk was het maar tot woensdag. Dat moet ik zo even in de vriezer doen. En voor de rest, wordt het vrij rustig vandaag. Foto's doen straks, maar mijn ene lamp is geknapt van mijn fotostudio. Dus ik ga nu even kijken of ik met flitsen ga filmen. Of foto's maken, bedoel ik. Gisteren ook al een beetje gespeeld met de instelling natuurlijk, omdat de camera mee was. Maar ik heb wel mooie foto's kunnen maken. Maar ik moet even kijken hoe ze op de computer eruit zien. Ja, voor de rest, lekker relax zoals ik al zei. Gewoon een beetje boe. Ik heb een beetje buikpijn. Maar ik weet niet of dat al had gezegd. Ik zit volgens mij onzin te raaskoken nu. Ik ga weer stofzuiger doorheen trekken. En dan ga ik straks even mijn fotootjes doen. En lekker relax. Het zal vandaag ook niet zijn waar ik jullie bij kan zetten. Maar kom morgen dan wel weer. Ik zou nog even mijn souvenirtjes laten zien die ik had gehaald. Ik heb een magneetje. Met Scheveningen erop vond ik wel heel gaaf zo met de, hoe heet dat? De bungee jump erop en het reuzenrad. Hij heeft niet heel veel zin om het op voet te stellen omdat het nu heel licht is. Dus die en een sleutelhangertje met Scheveningen erop. Ik heb net even gekeken, ik heb Fox Sports 1. Ik dacht dat ik 2 had, maar het is dus Fox Sports 1 en daar komt wel Ajax op. De andere wedstrijd niet, dus die ga ik ook niet streamen. Ga ik gewoon even muziekje aan doen, maar dan ga ik eerst even stofzuigen. Maar ik denk, doe eerst even die souvenirjes voordat ik het begin. Dat ken mezelf. Ik had gisteren gezegd. Ik raak het vergeten. Zo leg ik even hier. Ik had ook een kerstkaartje gehad. Dan moet ik eigenlijk nog even leuk gaan ophangen. Misschien dat ik het hier ook wel doe. Dat ik hier zo een draadje spannen. Dat ik ze dan leuk met die dingen ophang. Ik weet niet. Ik verwacht niet veel kerstkaarten hoor. Die van mij die zijn hier op de bus. Die heeft mijn vader uiteindelijk meegenomen. Want we zagen geen brievenbus gisteren. Scheveningen had helemaal geen brievenbus. Ja, onderweg kwamen ze niet tegen. En hier ben ik ook niet tegengekomen. Want ik dacht dat er hier een dichtbij zat. Maar dat was niet. Alleen, je hebt natuurlijk ook al wel kans, omdat er al een fors vuurwerk wordt afgestoken, dat er misschien al wel brievenbussen zijn weggehaald. En dat weet ik niet.
Bijvoorbeeld bij het centrum kun je gewoon bij de plus kun je, je post gewoon neerleggen. Maar dat weet ik dus niet. Het zou wel vroeg zijn, maar ja, tegenwoordig ze beginnen al zo vroeg met vuurwerk af te steken. Ja, dat is allemaal een beetje onhandig. Dus nu eerst maar eens even stofzuigen, want dat heb ik nog steeds niet gedaan. Zo, ik heb stofgezogen. Ik heb even wat spullen uitgezocht voor foto's. Ik heb 2 mascara's deze week. Van, dit zijn de You Better Work mascara's, maar het zijn 2 verschillende. Ik heb hier de Volume Girl. Ik heb hier de Length Definition mascara. Dus die. Ik heb een highlighter van het merk, volgens mij is dit Lotte. Lottie London. Dat is een ja, lekker schuimer dingetje. Ik heb 2 oogschaduw palettes van Beauty Kingdom. En die kan ik er wel even uithalen. Ik heb dus Beauty Kingdom. En ik heb Queen Couture. Hij is lekker aan het schuimen. Ik zal ze wel even laten zien. Dat jullie er verder niet bij gezet hebben. Deze komen wel nog uit een limited editie. Maar het maakt op zich niet zo heel veel uit. Oh, is niet zo handig met 1 hand. Dit is echt een Sherry Nude kleurtje. Dus het zijn bolle oogschaduw. En het leuke is, hier zitten dus ook stickertjes bij. Dus die. En die andere. Die is wat meer donkerder. Dat is deze. Die heeft dus ook stickertjes. Dat is meer met diamonds. Die heeft deze kleurtje. Maar er is dus 1 gebroken. Die moet ik even gaan maken, zie ik zo voor de foto. Dat ga ik zo eventjes doen. Ik ga dan even naar boven voor wat alcohol. Die kan alleen niet zo'n mooie bron krijgen. Dus het is maar goed dat ik het nu even bekijk. Want dan kan ik die dus eventjes gaan repareren. Dat ga ik zo even doen. Dan ga ik de foto's maken. En dan vind ik het goed. Dus ik zal jullie zo even laten zien hoe het eruit ziet als hij gerepareerd is. Zo, de oogschaduw is gerepareerd. Hij is natuurlijk niet zo mooi als de andere. Want die hebben echt een bolling. Dat kan ik zelf niet doen, maar hij is wel weer heel. Nu moet ik hem even goed laten drogen, zodat hij even ja, heel goed droogt, zodat ik hem in ieder geval gewoon kan gebruiken. Maar zoals ik zei, hij is niet zo heel erg mooi, maar ja, hij is wel goed zoals hij was. Ik heb ook even een wasknuipje gepakt. Deze even op. Even terug dicht. Dan kan ik zo geen foto's nemen. Dan ga ik hier toch even een, hoe heet dat, spannen? Een draadje. Dan kan ik even het kerstkaartje eraan. Zo, ik heb hem even. Ik heb hier gewoon een draadje. Ik heb gewoon een draadje waar je mee kan naaien. En dan heb ik nu een kerstkaart aan. Ik verwacht het ook niet zo heel veel, dus ik vind dit wel zo leuk. Dat doe het gewoon zo. Dan ga ik nu foto's maken. Zo, ik ben klaar. Ik heb de foto's klaar. Ik heb het idee dat het wel beter is gelukt. Er moet wel wat aan de bewerking gebeuren, maar. Het komt wel goed. Ik heb net even de nagellak verwijderd van zowel mijn tenen als van mijn handen. Want dat zag er echt niet meer uit. En dan hoef ik het straks niet meer te doen. Dan kan ik straks ook gewoon douchen. En dan kan ik vanavond even een nieuw kleurtje opdoen. Was er ook wel klaar mee. Hoor. Nou, weet je, het was best wel een licht kleurtje. En hij zat wel echt top. Ik heb hem wel even bijgewerkt van de week een keer. Maar ik heb nu al zin in een ander kleurtje. Katten hebben net gegeten, dus dat was ook top. Voer houdt alleen niet 24 uur lang vol, want daar is je begonnen alweer te miauwen. Maar het kan ook gewoon zijn dat ze gewoon weet van het is weer bijna tijd. Want gisteren hebben ze laat eten gekregen, maar ik natuurlijk pas laat thuis was. Nou ja, ik ga zo in ieder geval even lekker relaxen. Ik ga Ajax aanzetten. Hoop op een mooie wedstrijd. Ik ga vanavond nog eventjes naar de programma's kijken die ik dus eerder vandaag al noemde. Ik ga ook even mijn foto's bewerken. En dan mijn nagels even doen. Misschien even een stukje kijken van de show van Paul de Leeuw. Die had ik opgenomen. Voor de rest wordt het verder ook gewoon lekker rustig. Ik heb een beetje scheve hoofdpijn. Straks even lekker warm douchen. Even lekker scrubben en zo. Hopen dat mijn huid iets beter wordt. Hij is echt heel rood. Ja, voor jullie is het misschien niet zo zichtbaar. Maar ik kijk, als ik in mezelf, als ik in de spiegel kijk, zie ik echt wel hier zo van die droge plekjes. Moet even kijken of ik dat nog met iets anders kan insmeren of zo. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik vind het mooi geweest voor vandaag. Dus ik zou zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is
16 december. Ik ben klaargemaakt. Ja, 16 december heeft altijd een beetje een aparte lading. Want dan is mijn oma is toen overleden. Dat is nu 18 jaar geleden. Dat is al wel een hele tijd geleden. Maar het zijn wel dingen waar je even stil blijft staan. Zaterdag had ik ook 18 jaar geleden mijn zwemdiploma gehaald. Ik was heel laat ermee. Ik was echt 10. Het schoolzwemmen lukte het mij niet. Toen moest ik dus apart nog op zwemles. En dat vond ik echt verschrikkelijk. Want ik zat tussen allemaal kleine kindjes die 6 waren of zo. Misschien nog wel jonger. Misschien iets ouder, weet ik niet. En dat is niet leuk als je daar dan tussen staat. Maar ik ging het op school gewoon niet redden. Het was gewoon heel lastig. Mijn ouders vonden het toch wel belangrijk dat ik een zwemdiploma zou halen. Dus dat heb ik toen nog weer op zwemles moeten doen. Dus ik had toen 14 december mijn zwemdiploma gehaald. En toen 16 december overleed mijn oma. Dus dat is wel apart. Gisteravond ging het weer even niet zo lekker met Bunny. En ik kreeg van jullie ook al veel reacties op de vlog van waarom ga je niet mee naar een dierenarts? Het is niet een kwestie van niet willen. Het is puur een kwestie van niet kunnen. Als je de vlog hebt gezien waarin ik openhartig over mezelf ben geweest, weet je wat er met mij aan de hand is. Weet je dat ik afhankelijk ben van iemand en diegene heeft momenteel weinig tijd. Je zit natuurlijk weer vlak voor die feestdagen en dan is het gewoon altijd wat lastiger met inplannen van dingen. Er is gewoon geen tijd voor en ik kan dus gewoon niet naar een dierenarts. Ik vind het ook heel lastig, omdat ze het benauwde is er ook wel af bij de. Het is alleen heel af en toe dat ze ineens heel druk doet in de kooi. En dat uitzicht dan zo. In overal zaagsel. Dus dan gaat ze heel erg hard rennen. Dus het zaagsel ligt overal heen. Dan valt ze even op de zij. En dan uiteindelijk heb ik er weer rechtop gezet. Tot 2 keer toe. En toen later ging het weer. Dus ja, ik weet het ook niet. Hè. Knaagdieren worden over het algemeen niet zo heel erg oud. Wat zeggen ze? En kijk, zij heeft natuurlijk wel het voordeel dat ze gewoon binnen staat. Ze staat niet buiten in een hok. Dus ze krijgt wel genoeg aandacht. Het tijgertje was er ook weer als de kippen bij. Die zat gelijk weer bovenop de leuning van ik ga het hier in de gaten houden. Had geen aandacht meer van mij. Alle aandacht ging naar Bunny toe. En ja, dat zijn echt maatjes. Dus ja, ik denk momenteel ook gewoon elke dag dat ik er nog een dag bij me heb, is weer 1 extra. Ik weet gewoon niet hoe de afloop gaat zijn. Ik vind het heel, heel lastig. Ik ben elke dag ook weer bang als ik uit bed kom van is ze er nog wel? Soms hoor ik er in bed ook. Dan hoor ik dat ze aan de fles aan het drinken is. En dan denk ik van oké, het is goed. Maar ja, het is gewoon even een lastige situatie. Dit heb ik ook nog niet meegemaakt sinds ik alleen ben. Dus dat zijn wel lastige dingetjes. Het zwijgertje ligt overigens nu lekker hier. Ligt lekker op de trappaal, hè? Was je bij je vriendje gisteren? Lekker warm bij de verwarming, hè? Ik heb de verwarming aangedaan. Ik voel het zo fris hier. De planning voor vandaag. Ik ga eerst al even hier stofzuigen natuurlijk. Want het is hier natuurlijk een bende. Ik heb al het zaagsel opzuigen. Daarna ga ik even mijn was opvouwen. Die er nog ligt. En daarna ga ik even wat verfdingetjes doen voor mijn bullet journal. Want ik wil die van 2019 zo goed mogelijk al een beetje afproberen te ronden. En dan moet ik nog wel kijken voor een nieuwe bullet journal voor 2020 voor mijn blog dan. Die andere die is nog lang niet vol. Maar die kan ik hier heel moeilijk krijgen. Want vorig jaar heb ik hem wel hier gekocht. En toen ik met Nathalie in het centrum was, toen heb ik al even gekeken. Maar ze hadden die boeken niet. Dus dan ben ik weer echt afhankelijk van een Bruna of een andere boekenwinkel. Die heb ik hier gewoon niet. Dus dat moet ik nog eventjes gaan bekijken hoe ik dat ga doen. Ik ga nu eerst even zo meteen stofzuigen. Ik heb gisteravond wel televisie gekeken. Ik heb Alberto Stegeman gekeken. En ik heb Glee gekeken. Toen wou ik Keizersvrouw kijken. Daar was ik mee bezig. En toen ging mijn tv-box updaten. Die had onderhoud. Dus toen kon ik niet meer verder kijken. Dus dat betekende ook dat ik direct niet kon kijken. Dus je hebt via YouTube gekeken. Dus Keizersvrouw moet ik vanavond even afkijken. Want ik baalde er gewoon van. Het was super spannend. Toen kon ik niet verder kijken. Toen dacht ik nog wel, ja, zal ik het terug gaan kijken? Maar ik denk, ja, vind ik ook zo'n gedoe, weet je wel. Ik denk, nou, weet je, dan ga ik morgen wel gewoon verder.
Dus ja, dat was eigenlijk een beetje vervelend. En Rex, dat was ook zo'n aparte. Dat was iemand die wilde heel graag beroemd worden. En toen ging ze moorden plegen. Dus ze vermoorde beroemdheden met een champagnefles. Dus het werd ook champagnemoord genoemd. En ze woonde met haar moeder. En elke keer kwam ze thuis. Is er nog nieuws? Is er nog nieuws? En dan, je zag gewoon, zoals zij praatte ook, zag je gewoon echt zo'n heel blije uitdrukking over haar gezicht gaan. Van, ja, want ik ben het. En dat zei ze natuurlijk niet. Uiteindelijk heeft ze zich bekendgemaakt. Ja, ik vond het een aparte. Ik vond het op zich ook wel een mooie aflevering. Maar ik had er iets van, heel bijzonder. Dus ja, toen heb ik dat maar even zo opgelost. Ik ben nu ook weer in een boekenreeks bezig. En ik vind het op zich een mooie boekenreeks, maar... Het gaat over drie zussen die hebben een stadstuin nagelaten gekregen van hun vader. Die vader was overleden en dat was eigenlijk, heeft hij hun nagelaten. En die ene zus die heeft al een dochter, die is tienermoeder geworden. Die andere zus heeft in de commune geleefd, die is nu weer teruggekomen. Die loopt dus weg voor haar problemen. En dan heb je ook nog een hele bazige zus. Die vind ik ook echt de minste. De boeken heten over Maud. Brit en Yara. Het speelt zich wel af in Nederland. Dat vind ik op zich wel leuk. Maar die Maud, dat vind ik maar zo'n vreselijk personage. Wat een vreselijke trut. Dus. Maar ja. Aan de ene kant lees het wel lekker. Maar aan de andere kant heb ik soms ook een beetje moeite om door de hoofdstukken heen te komen. Maar ik wil het niet opgeven. Ik wil de boeken alle drie uitlezen. Ik ben nu bij boek 2. Dus ik heb hierna nog één te gaan. Dus dat is wel bijzonder. Goed, ik ga stofzuigen en ga ik daarna eerst maar eens eventjes mijn was opvouwen. En ik heb gisteren trouwens nog mijn nagels gedaan. Ik heb dit kleurtje van Catrice en dat is de 01 Anthraciding Pomp. Het is eigenlijk een beetje een kerstkleurtje, dat was eigenlijk niet de bedoeling. Maar als deze vlog online komt, staat de review al online op mijn blog. Goed, nu ga ik echt even wat doen. Zo, ik heb alles weer opgeruimd. Ik ben redelijk ver gekomen. Ik heb vooral wat verfdingen gedaan. Ik kon hier alleen niet heel lang bij zitten, want mijn kaartje was vol. Ik heb dus nu vooral de statistiekenpagina's gemaakt. En ja, zoals ik altijd al zeg, ik ben niet heel goed in verven, maar ik vind het goed genoeg. Die hangen hier nu, die kunnen gewoon drogen. Ik heb hier nog een voor een boek. Ik heb nog even wat gekleurd, maar dat hebben jullie dus niet meer kunnen zien, gewoon met stift. Ik heb nu een beetje hoofdpijn, dacht ik eigenlijk al een beetje toen ik uit bed kwam. Maar ja, dan ben ik weer te eigenwijs en neem ik geen aspirine in. En nu voel ik het. Katten hebben net gegeten. En ik ga nog even lekker relaxen. En straks koken. Ja, vanavond kijk ik dan maar even Keizersvrouwen af. Ik denk dat Nienke Plas nog wel komt. Want dat programma wat ik altijd keek met dat... Met die huizen komt niet meer. Je hebt nu wel kijken zonder kopen. Maar ik denk dat dat allemaal herhalingen zijn. Die heb ik allemaal al wel gezien. Vanavond Glee en Rex.
Dus als het goed is kan ik nu gewoon Rex kijken die ik heb opgenomen. Dus dat komt ook wel goed. Ik heb de kamer ook, alles is weer netjes van Bunny. Ik heb alles opgezogen. Bunny zit nu gewoon lekker hier. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik moet vanavond nog een artikel schrijven. Ik moet eigenlijk nog een paar persberichten de deur uit doen. Maar die ene is best wel een grote. Want dat is alweer de nieuwe collectie voor het voorjaar. En ja, ik denk dat die pas volgende week lukt. Want daar ben ik altijd best wel lang mee bezig. Het is niet zomaar gedaan. Dus daar moet ik even naar kijken in hoeverre dat lukt. Dus dat zijn een beetje de dingetjes die ik ga doen. Dus nu ga ik relaxen en dan zie ik jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 17 december. Ik ben klaargemaakt. Ik heb gisteravond lekker televisie gekeken. Ik ben wel wat overbelicht, geloof ik. Maar ik weet niet. Ik heb eventjes Keizersvrouwen afgekeken. Want dat had ik natuurlijk nog niet helemaal afgekeken. Dat kon gisteren mooi. Wat ik wel jammer vind is dat hij niet opslaat waar je bent gebleven. Want ik moest nu even vanaf het begin moest ik alles doorspoelen waar ik was. Dat vind ik een beetje minder. Maar goed, dat zijn sommige dingen. Toen heb ik even de soap van Nieke Plas gekeken. En dan kijk ik altijd eventjes Hart van Nederland. En Shownieuws. En voorheen kijk ik dan ook Onderweg naar Morgen. Dat zonden ze weer opnieuw uit. Maar dat is er momenteel even niet. En daarna heb ik Lee gekeken en Rex. En Lee was ook wel heel bijzonder. Want het ging, ik had één aflevering had ik per ongeluk overgeslagen. Die had ik gisteren gekeken. Dat ging over, over drinken. Dus ze hadden op je school een aantal mensen. Die kwamen dus dronken op school. En dan werden ze geschorst en zo. De directeur is ook best wel een beetje een apart mannetje. Toen op een gegeven moment toen moesten ze, hadden ze een soort anti-alcohol bijeenkomst. En toen ging die Glee Club dus het nummer doen. TikTok van Kesha. Maar die directeur zei, ja, hier komen de Reginals met Tik en Tok van Kesha. En ik dacht, Tik en Tok, het is TikTok. En die mensen, die Glee Club, je jongeren, die hadden ook flink zitten drinken. Dus dat meisje werd niet goed, die moest zingen. Dus die andere meid die zegt, ja, maar je moet doorgaan. En gadverdaddy, ze kotsen gewoon alles onder. Die directeur die dacht dat het uiteindelijk bij het optreden hoorde. Dus ze werden niet geschorst of zo, maar het was niet goed. Rex ging parachute springen. Dat was ook wel bijzonder. Ik heb net even mijn cashjurkje gepast. Hij past. Hij had een maatje kleiner gekund. Dat had een S'je kunnen zijn. En ik sta dan in zo'n winkel. En ik vind dat zo lastig. Helemaal natuurlijk omdat ik het gewoon bij Trekpleister heb gekocht. En je kunt daar niet passen. Dus ik sta echt zo van, wat moet ik doen? En de meeste maten waren er ook al wel uit. En toen had ik uiteindelijk dus toch voor een emmertje gekozen. Omdat ik dan toch een beetje bang ben bij S dat die mouwen wat aan de korte kant zijn. Of dat het jurkje te kort is. Maar hij had gewoon, het had gewoon een S'je kunnen zijn. Ik bedoel, hij zit gewoon goed. Maar hij zit net wat een beetje wat wijder zeg maar bij mijn heupen en zo. Ja, ondanks dat ik best wel lang ben. Ben ik natuurlijk ook niet heel dik of zo. Dus dat is altijd een beetje lastig. En omdat ik natuurlijk maar één keer per week naar de winkel kan. Ja, is het een beetje lastig van, je kunt niet zeggen, oh weet je, ik neem mijn maat mee, ik pas hem thuis, als het niet goed zit ga ik terug. Dat zit er voor mij niet in. Dus het is hele lastige keuzes zijn dat om te maken. Maar goed, voor het vervolg kunnen dus gewoon S'jes zijn. Ik ga even dat jurkje zo in de wasmachine doen, dan ga ik ook even mijn kersttrui boven pakken. Die kan ook even in de was benieuwen. Ik ga eventjes handschoenen halen en eventjes alvast een tandpasta en een nachtcreme, want die zijn allebei op. Voor in de douche ga ik daarna de kattenbak doen, de gang en eventjes de douche. En dat is eigenlijk de planning voor vandaag. Dus ik ga dat eventjes opzoeken en dan ga ik jullie er gewoon bij zetten. Thank you.
Zo, de katjes hebben net lekker gegeten. Ik ben ook klaar met alles. Mijn bonen zijn afgehaald, want dat hebben jullie kunnen zien. Althans, ik heb mijn poging gedaan om het te filmen. De douche is ook weer echt heel goed schoon. Ik heb hem nu echt... ik heb helemaal de vloer geboend. Ik had het eigenlijk nog nooit echt heel goed gedaan sinds ik hier woon. En toen ik hier net kwam wonen, toen... Ja, ik had het gewoon niet het goede... Een goede borstel ervoor. Die had ik nu al wel een tijdje. En toen ik keek gewoon even onder dat. Wat onder mijn wastafel staat. Zeg maar het wastafelmeubeltje. En ik dacht. Oh, wat verschrikkelijk. Het ziet er niet uit. Dus ik heb die borstel gepakt. Die heb ik gewoon even in mijn water gedoopt. En daar ben ik mee gaan borstelen. En wauw. Het resultaat was echt heel mooi. Ik ben er echt wel heel trots op. Want het is nu gewoon. Al die viezigheid is er weg. Had ik veel eerder moeten doen, maar ja, soms denk je er niet aan. En nu zag ik het en het was een doorn in mijn oog. Ik denk, het gaat nu eraan. Dus dat is ook lekker schoon. De gang is schoon. Morgen dus woonkamer weer doen en ook even een deel van de keuken. Vanavond kijk ik Paleis voor een prikkie. Ik denk dat ik nog wat dingetjes ga terugkijken, want er is verder niet zo heel veel meer, want je hebt geen verslaafde zomer. Je hebt wel een hele leuke film. Volgens mij is dat Huisvrouwen bestaan niet, als ik het goed heb, maar die ga ik opnemen. Die ga ik van de week even kijken, want van de week is er heel weinig op televisie. Dus dat ga ik dan even kijken. Had ik verder nog wat? Nee, weinig. Dus dat wordt een beetje mijn avond. Ik moet nog foto's bewerken en uiteraard weer gewoon kleren. Straks even douchen, eten maken. En het wordt wel gewoon een lekker relaxed avondje. Ik ga bij deze dan ook de week voor afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Dit kan door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Sorry voor het geluid, de wasmachine is aan het centrifugeren. Maar ook op mijn kanaal zelf. En dan kun je... Op het belletje drukken, dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Dan gaat er nu ook net eentje op de kattenbak. Vond je deze video leuk? Zou ik het leuk vinden als je een duimpje omhoog deed? En voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doeg!